Tijdens dit filmpje leer je hoe we in de klas teruggeven. Dat doen we door te tellen. We starten met een heel eenvoudig voorbeeld. Stel je voor, je koopt iets in de winkel en het kost 8 euro. Je betaalt met een briefje van 10 euro. Er zijn geen centen, dus daarom tekenen we slechts één pijl. We denken na, hoeveel moet er bij die 8 euro om 10 euro te hebben? Dat is 2 euro. Hoeveel krijgen we dus terug? 2 euro. Stel je voor, je koopt iets in de winkel en het kost 16 euro en 40 cent. We betalen met een briefje van 20 euro. Nu zien we wel centen, daarom tekenen we 2 pijlen. De eerste pijl is er één voor de centen, de tweede pijl is er één voor de euro's. Eerst en vooral denken we na, hoeveel moet er bij 40 cent om 100 cent te hebben? We willen dus aan 1 euro komen. Bij 40 cent komt 60 cent. Dit samen is dus 1 euro of 100 cent. We denken nu na hoeveel euro we al hebben. Hier hadden we 16 euro plus deze euro is in totaal 17 euro. Nu denken we nog na hoeveel euro's erbij moeten. Van 17 naar 20, daarvoor hebben we nog 3 euro nodig. Hoeveel krijgen we nu dus terug in de winkel? 3 euro en 60 cent. 3 euro en 60 cent dus. Nog een laatste voorbeeld, nog iets moeilijker. 54 euro en 25 cent. Dat moeten we betalen in de winkel. We betalen met een briefje van 100 euro. We hebben 2 pijlen nodig, aangezien er zowel euro's als centen zijn. We denken na, hoeveel cent hebben we nodig om van 25 naar 100 te gaan? Hoeveel cent is er dus nodig om aan 1 euro te komen? Dat is 75 cent. Dit is samen 1 euro of 100 cent. Hoeveel euro hebben we nu al? We hadden al 54 euro plus deze euro is 55 euro. We denken nu nog na hoeveel euro komt erbij om van 55 naar 100 euro te gaan. Van 55 naar 60 is al 5 euro. Van 60 naar 100 is 40 euro. Samen is dat dus plus 45 euro. Hoeveel krijgen we nu dus terug? 45 euro en 75 cent. Dat is samen 45 euro 75.